Dit is de Haagse Ballonnenboer. En Stekeltje. Hallo allemaal, welkom weer bij de Haagse Ballonnenboer. En leuk dat jullie kijken. Het is bijna kerst. We zijn nog een paar dagen voor de kerstdagen. En ik denk, ja, dan moeten we een beetje nog in de sfeer blijven van de kerst. Maken we nog een laatste workshop. En wat gaan we dan maken? Een gingerbread. Oftewel een poppetje van brooddeeg. En dat kan je helemaal zelf maken in kleur en zo. Nou, het leuke is natuurlijk met ballonnen kan je dat ook. En ik heb hier twee verschillende. Ik heb er eentje met pinkswisjes en eentje zonder. We gaan die met zonder maken, want dat is dan het makkelijkste voor iedereen. Hè? Dan weet iedereen ook gelijk hoe die moet maken. Maar heb je de pinkswisjes onder de knie? Kijk, dan kan je ook met een pinkswisje kan je natuurlijk die gingerbread ook maken. Nou, we zetten ze even hier neer. Ik vind ze zelf erg leuk om te maken. Niet te moeilijk. Voor de ballon blaas je hem gewoon tot zover op. Ze hadden me ook gevraagd van, joh, de Haagse Ballonnenboer, wil je eventjes laten weten hoe ver we hem op moeten blazen? Want soms vergeet ik dat wel eens. Ik ben ook heel erg enthousiast natuurlijk. Nou, waar je mee begint is eigenlijk dit. Zo. Want dit wordt zijn hoofd. Je doet deze naar beneden en dan pak je hem hier beet. Precies hier zo op dat punt. Kijk, zo. Die draai je samen, zo. En dan doe je deze, doe je hier doorheen. Zit hij namelijk, kijk, zit hij gelijk op slot, zie je? Dan maak je zijn lichaam. Nou, zijn lichaam maak je, zeg maar, niet al te groot. Maar wel zo dat het een beetje de vorm krijgt van ook de gingerbread. Maar ook in elk geval dat het wel de formaties hebt allemaal. Dat het hoofd wel wat groter is. Want we willen natuurlijk ook nog die armpjes maken. En die armpjes, ja, dan wil je ook nog wel een beetje dat het de mogelijkheid is om het te maken. Dat maak je weer te klein. Kan wel natuurlijk, hè? Want dat is bij deze ook. Hij is natuurlijk wat kleiner. Maar het is maar net wat jij zelf wil. Ik maak hem iets groter, want dan kan ik hem iets makkelijker uitleggen. Kijk, je ziet, maak je twee worstjes en die leg ik hier overheen. Zie je, dan krijg je dus die twee armpjes. Probeer in ieder geval om allebei de kanten zoveel mogelijk hetzelfde te houden. Dus leg je deze eroverheen. Kijk, dan kijk je even, zijn de openingen allebei een beetje even groot. Dan is die namelijk hetzelfde en dat ziet er natuurlijk wel wat leuker uit. Het is even oefenen, maar in principe is dat zo te doen. Nou, dit stukje haal je eraf. Die kan je weer hier doorheen doen, dus door zijn hoofd, zo. Kijk, draai ik er nog een keer omheen. Nog een keer door zijn hoofd, zodat ik ook zeker weet dat hij goed vast zit. Dan moet ik even mijn schaar zoeken. Even mijn schaar kwijt zie ik, maar ik geef niet. Hij ligt ergens anders. Zo, we knippen dit eraf. Kijk. Dan ben je al heel eind, zie je? Zijn hoofd heb je, zijn arm heb je. Dan pak je een 160. Als je dat niet hebt, pak je gewoon een 260. En wat ik nou doe, dat is dan in principe hetzelfde met een 260. Alleen, ik maak zeg maar hier, maak ik een pinstwistje van. Maar je kan het ook als een bolletje houden, kijk. Dus als ik hier een loopje maak. Kijk, zo. En ik maak ook hier weer een loopje. Niet te groot, want het is anders te groot voor zijn hoofd. Nou, dit haal ik er even af, zo. Kijk, dan zet ik hem hier tussen zijn hoofd. Zet ik hem vast. Zo. En dan draai ik hem hier omheen. Dan kan die eigenlijk geen kant meer op. Dan zit hij lekker vast. Zo. Kijk, dan knip je dit, in principe knip je dit eraf. Dan kan je hem zo houden. Wil je een pinkswisje, vind ik altijd net iets mooier. Als je geen pinkswistechniek onder controle hebt, kijk even bij mijn technische video's. Daar kan je ze vinden. Kijk, nou heb je in principe al de gingerbread. Alleen nu moeten we natuurlijk nog wel eventjes mooi intekenen. Het klinkt altijd zo lekker, hè? Ik doe het altijd met verschillende kleuren. Dat vind ik op zich altijd veel leuker. En zeker omdat het natuurlijk eigenlijk om iets. Het is natuurlijk iets van de kerst. En dan wil je ook een beetje kleurrijk hebben. Maar het maakt het ook net even wat mooier allemaal. Heb je de pennen nou niet? Doe het dan gewoon met de pennen die je wel hebt. Dus je kan natuurlijk tenslotte ook niet alles hebben. Ik heb altijd een witte marker, een 750. Dan weet je ook zeker dat het niet kapot gaat. Nou, vul hem zelf in hoe jij het wil. Ook de streepjes, je kan hier bijvoorbeeld puntjes doen, zo. Het maakt allemaal niet uit, want jij kan zelf bepalen
met streepjes hoe jij de gingerbread gemaakt wil hebben. Want tenslotte, als je aan het bakken bent, doe dat natuurlijk ook zelf helemaal. Zo. Okay. Nou, nou hebben we hier al die verschillende gingerbreads. Wat je dus nog erbij kan doen, als je dat leuk vindt, is je pakt gewoon, ik moet even mijn pomp pakken, want die ligt op de grond. Ook dat gebeurt natuurlijk live. Ja. Wat je kan doen is een bloem maken. Nou, die bloemen staan ook allemaal op de webshop. Op de webshop. Of op YouTube. Kijk, ik maak dan zo een bloem van 260'ers. Ik pak groen en rood. Kijk, en blaas ze niet te ver op, want je hebt niet zoveel nodig. Want ik wil eigenlijk wil ik 6 blaadjes hebben. Ik maak in principe 6 bloempjes. Kijk, zie je? Dit is in principe dus de bloem die ik nu maak. En hou van die groene. Oh, sorry. Hou die groene wat langer over. Want dan wil ik het gingerbread vastzetten. Kijk, wat ik nou gedaan heb is eigenlijk een bloem gemaakt. Hierover heb. Kijk, dat trek ik hem hiermee vast. Zo. Dus wat ik van die bloem over heb. Zo. Daar heb ik hem natuurlijk mee vastgezet. En het leuke is dat je dus op deze manier. Kijk, zo. Laat het even zien. Kijk, op deze manier kan je natuurlijk zelf helemaal zelf aankleden. Je kan hem op je hoofd zetten. Je kan er, als je een heel kleintje van maakt, kan je hem op je pols vastmaken. Dus eigenlijk is dat van alles mogelijk. Ik hoop dat jullie ze leuk vinden. Zo vlak voor de kerst heb je toch wel even een beetje een kerstideetje. Als je je verveelt met de kerstdagen, hè, ja dat kan. Dan heb je in ieder geval met je vouwbloemen wat te doen. Mocht je ballonnen nodig hebben, hè, heb je geen 160 of heb je geen andere kleuren. Kijk even op de webshop van ballonnen-hondje.nl. Dan kan je alles vinden wat met ballonnen te maken heeft. Ik zou zeggen, hele fijne kerstdagen. Een mooi oud en nieuw. Want ik denk dat de Haas Ballonnenboer, die heeft een beetje nog veel optreden staan. Dus ik heb geen kans meer om een nieuwe video of een workshop te maken. Maar in het nieuwe jaar, uiteraard, gaan we gelijk weer aan de slag met nieuwe workshops. En voor nu, iedereen is toch lekker aan het eten en genieten van de feestdagen. Dus dan hebben we daarna ook geen tijd meer voor een workshop. Ik zou zeggen, tot volgend jaar. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het afgelopen jaar. Dat jullie allemaal zo fanatiek waren en zo leuk meegedaan hebben. Want voor jullie heb ik eigenlijk nog steeds zin om video's te maken. Voor nu een hele fijne dag. En ik zou zeggen, tot volgend jaar. Dit is de Haagse Ballonnenboer en Stekeltje. De Haagse Ballonnenboer en Stekeltje. Een konijntje of een olifant, een paardje of een stier. Ja. Ik maak hem echt zo.